Deze schepen varen op kanalen en rivieren. Deze waterwegen noemt men binnenwateren. De schepen die ze bevaren zijn binnenschepen. Dit in tegenstelling tot de grotere schepen die zeeën en oceanen bevaren en daarom zeeschepen genoemd worden. Zeeschepen varen soms ook op binnenwateren, maar het omgekeerde gebeurt zelden of nooit. Binnenschepen zijn nu eenmaal niet gebouwd voor de zee. De baas van een zeeschip is een kapitein. De baas van een binnenschip noemt men schipper of binnenschipper. Binnenschippers leven meestal met vrouw en kinderen aan boord van hun schip. Het schip is hun woning. In het begin van de 20e eeuw, toen grootvader nog een kleine jongen was, werden de binnenschepen vaak door paarden getrokken. Of veel erger nog, door mensen. Een vaartuig, jagen, werd dat genoemd. Vandaar de naam jaagpad voor de weg naast het kanaal of de rivier, die de paarden of de boottrekkers gebruikten. Elk binnenschip heeft een naam. Die staat op de voorsteven en op het achterschip. Op het achterschip staat soms ook nog een nummer en de naam van de thuishaven. De stad waar binnenschepen bij voorkeur vaker en voor langere tijd aanleggen dan elders. Dit is de baas van de Tristan. Hij is niet alleen de baas van het schip, de schipper, maar hij is er ook de eigenaar van. Het gezin bestaat uit vader en moeder en vier kinderen. Het jongste zoontje, Werner, is nog geen 6 jaar en blijft bij zijn ouders op het schip. Erwin, de oudste zoon, is matroos op het schip. De twee dochters, Agnes en Alexia, zijn met vakantie aan boord. Anders leven ze aan de wal bij grootmoeder, want ze studeren allebei. Als het schip stil ligt, zonder vracht of lading, wordt er duchtig gepoetst en geverfd. Alles moet kraakhelder blijven en goed onderhouden worden. Werner moet netjes in het midden van het dek lopen. Er dreigt immers altijd gevaar. Werner mag niet overboord vallen. Vandaar dat de binnenschippers van alles doen en bedenken om dergelijke ongelukken te voorkomen. Dat is lang niet prettig voor kleine kinderen, maar het moet nu eenmaal. Gelukkig is moeder nooit ver uit de buurt. Soms ligt het schip voor langere tijd in het dok en dan krijgt Werner de kans om met de andere schipperskinderen te ravotten in de zandbak. De schippersvrouwen kunnen dan eens lekker buurten. Dit is de woonkamer van het schip, de roef. De schippersfamilie doet daar wat in een gewoon huis gedaan wordt. Eten, praten, spelletjes doen en televisie kijken. Dat kan natuurlijk alleen maar als het schip niet vaart. En waarom vaart het niet? Omdat het geen vracht heeft.
De schipper moet zijn schip weer bevrachten. Het bevrachten van schepen gebeurt in een schippersbeurs. Daar gaat de schipper nu naartoe, samen met een collega. Alexia en Werner mogen ook mee. Dergelijke schippersbeurzen zijn er in verschillende steden, in binnen- en buitenland, te vinden. Mensen die iets te vervoeren hebben, melden dat in de schippersbeurs. Deze reizen worden op een groot bord opgetekend. Alle nuttige inlichtingen staan erbij vermeld. Het soort lading, de hoeveelheid en waar en wanneer ze geladen en gelost moeten worden. De schippers die de beurs bezoeken geven de naam op van hun schip dat in de haven ligt. Zo komen ze op een lijst te staan. Ieder om de beurt mogen ze de lading kiezen die hun het best ligt. Want alle ladingen passen niet altijd voor de binnenschipper of voor zijn schip. Onze schipper heeft een lading naar zijn gading gevonden. Proteus prima, van de vrede credo, Colman Daisy. Albrecht van Hatten, van Kambergen Pakka, Verdoof Algero. En daar gaan we dan weer voor een nieuwe reis. Op weg naar de laadplaats. De trossen worden losgegooid. De schippersvrouw doet niet enkel huishoudelijk werk. Ze steekt ook de handen uit de mouwen bij het varen zelf en is even handig aan het stuurrad als haar man. Dit is de vlag van de binnenscheepvaart. De oudste zoon, de matroos van het schip, loopt niet, zoals Werner, op het midden van het dek, maar langs het smalle zijgangetje. We zijn op de laadplaats aangekomen. Het schip wordt aangemeerd. De trossen worden vastgelegd. Het is avond en we wachten met laden tot morgen vroeg. Het laden begint. De Tristan gaat koper vervoeren. De lading wordt in het ruim van het schip ondergebracht.
De schipper houdt een oogje in het zeil. De lading moet mooi in het ruim verdeeld worden. Anders zou het schip wel eens kunnen breken. Begrijpen jullie nu het spreekwoord: jong geleerd is oud gedaan? We varen weg. We gaan terug naar het dok waar de lading morgen in het ruim van een zeeschip moet. De lading overslaan noemt men dat. Voor de zeevaart en zeilsport op zee mogen alle streken matig koelen tot stijve vries, 4-6 naar het noordoosten. Veel bewolking, af en toe regen of buien. En meestal matig zicht. Nog dit schippersbericht. De schippersfamilie, de kater varende op schip Noordster in de omgeving van Douai in Frankrijk, wordt ervan verwittigd dat hun moeder opgenomen werd in het ziekenhuis van Rupelmonde. Overkomst gewenst. BRT1, precies 11:55. Stop. Werner is 6 jaar geworden. Gedaan met spelen nu. Hij moet naar de kostschool voor schipperskinderen. Mevrouw De Wagner, ik ben blij dat u besloten hebt van Werner hier bij ons te laten. Gewoonlijk is het zo dat de mensen de kinderen afhalen rond 4 uur. Maar als dat nu voor u moeilijk is, want ik weet niet waar u op dat moment met het schip gaat zijn, dan kunt u ook om 6 uur of 7 uur hem ophalen. Kinderen, kijk eens goed naar u. Kijk eens wat ik bij heb. Grote tekenbladen. Die ga ik direct uitdelen. Die zijn voor jullie. En jullie gaan grote, mooie tekeningen moeten maken. Maar wel dat je gaat tekenen, dat zeg ik niet. Dat mocht je voor 1 keer zelf kiezen. En nu mogen jullie eens raden wat een schipperskind gaat tekenen. Moeder schrijft Werner een brief. De school voor schipperskinderen staat vlak bij de stroom. Zo kan het gebeuren dat de kinderen hun ouders zien voorbijvaren. Nu kan Werner de brief van moeder al lezen. Soms varen binnenschepen gekoppeld. Zo'n gekoppelde vaart valt goedkoper uit.
en de schippers kunnen elkaar aan het stuurrad aflossen. Misschien wil Werner later ook matroos en schipper worden. Dan moet hij naar de technische schippersschool. We zullen nog een keertje alles herhalen. Onthouden we in de eerste plaats goed de noordkant langsboven op onze kaart en ook hier op onze maquette. We hebben hier de vloedstroom. Dus aan de rechterkant van het vaarwater spreekt men van de stuurboordkant. Aan de linkerkant spreekt men van de bakboordkant. Gaan we vanaf de bron, dan is de rechterkant de rechteroever en de linkerkant de linkeroever. Aan de linkeroever, of de stuurboordkant van het vaarwater, liggen dus de groene spitse tonnen met daarop een groen rustig licht. Aan de bakboordkant liggen de rode stompe tonnen met daarop een rood rustig licht. Dan blijft er nog de aanduiding van de hoofd- en de nevenvaarwaters. We hebben hier te doen met het systeem A, dus men maakt gebruik van kardinale merken. Voor de opvaart heb ik hier het hoofdvaarwater aan mijn oostkant, ligt dus een oostboei. En voor de afvaart ligt er hier een zuidkardinaal merk, dus het hoofdvaarwater is aan de zuidkant. In dit geval hebben we dan hier een zuidkardinaal merk, want het hoofdvaarwater loopt langs de zuidkant. En voor de afvaart hebben we hier een westkardinaal merk, dus het hoofdvaarwater ligt langs de westkant. De voortplantingssnelheid van radargolven, dan bekomt men een afstand van 15 meter. Deze afstand van 15 meter is in feite de afstand tussen de eerste geproduceerde radargolf en de laatste geproduceerde of opgewekte radargolf. Al die radargolven samen vormen een blok golven, impuls genaamd. De lengte van die impuls is uiteraard de impulslengte. Indien we nu een schaalmodel nemen die ons zal helpen in te zien hoe een impuls zich verplaatst in de ruimte. Het rode gedeelte dat u hier ziet, stelt een impuls voor. Indien dit impuls nu de radarantenne verlaat en zich in de ruimte verplaatst, zal het een willekeurig voorwerp treffen, deze keer voorgesteld door een navigatieboei. En wanneer dit voorwerp door de impuls getroffen wordt, gedraagt dit voorwerp zich eveneens als een bron en zal dus een gedeelte van de impuls terugkaatsen naar de antenne. De opleiding kan niet alleen in een klaslokaal gebeuren. Hoofdzaak blijft nog altijd het echte varen en omgaan met een schip. De Albirijn is zo'n opleidingsschip. Het is een sierlijk klippertje, een oud-Hollands zeilschip, dat leraars en leerlingen eigenhandig omgebouwd en aangepast hebben tot een modern, gemotoriseerd schoolschip. De leerlingen worden aan boord in drie ploegen ingedeeld. In scheepstaal noemt men zo'n ploeg een kwartier. Dit is de dekploeg of het dekkwartier. Hier is de tweede ploeg aan het werk, het kwartier van navigatie. In het stuurhuis oefenen de jongens in het sturen.
tilke stuurboord daar. Het is middag. We meren aan. Het derde kwartier heeft ondertussen beneden in het ruim voor het eten gezorgd. De derde ploeg leerlingen noemt men het kwartier van dienst. Ja, een beetje schreeuwen. Na het middageten varen we verder. Het kwartier van navigatie leert nu het schip bevaren met radar. Het gebeurt immers dat een binnenschip ook 's nachts moet varen. Het kwartier van dek oefent zich in het knopen leggen. Je gaat hier een hoogste maken van zo groot. Hè? En dan begint je altijd met de middelste. Hm? Draai die torn op, en die begint dan een keer aan. En altijd van links naar rechts trekken. Dan gaat je nu met die streng in die tier de ronde door van links naar rechts. Ja, stilletjes aan aanspannen. En draai nu het zaakje om. En David? Je hebt er nu één keer een opzet aan gedaan. Hè? Zijn er alle drie om. Nu begint je om de beurt. Hè? Bijvoorbeeld met een deze. Boven eentje. Het beroep van binnenschipper is een mooi, maar een zwaar beroep. Als Werner later schipper wil worden, moet hij nog veel leren.